Dat was het oudere koor uit Helvoorde, Herfstklanken, en gezongen over de kleine nachtegaal. Die ziet ze nog twee keer terug in deze uitzending. Dat sluit een beetje mooi aan, de kleine nachtegaal, bij ons volgende onderwerp, meneer Bakker. Welkom. Want we gaan praten over de kasteeldreef in Haren. Want Haren krijgt een heuse kasteeldreef. Een soort voorplein, zeg maar, dat het landgoed bijnemen naar enige allure zal moeten geven. Daar praten we over met de heer Fik Bakker. Hij is woordvoerder van Brabants Landschap, dat mede-eigenaar is van het landgoed rondom Nemelaar, meneer Bakker. Een kasteeldreef in Haren, een kasteelplein, zegt bewoner Anton van Oorschot. Moet je het eigenlijk noemen? Nou, een plaats moet je het noemen. Plaats, in de pers werd steeds kasteel Brink gezegd. En een brink is iets wat ze in het noorden kennen. En in Brabant noem je dat een plaats. Waarom een zeg maar, parkachtig, een landschappelijke kasteeldreef bij Nemelaar eigenlijk? Nou, het is eigenlijk het herstellen van de oorspronkelijke situatie. Want die kasteeldreef heeft natuurlijk al eeuwen gelegen. Alleen door ruilverkaveling en door zeg maar, verdere ontginning van het landschap is daar wat van verloren gegaan. Zeker aan de buitenkant. En nu is die reconstructie van de weg Bokstel-Oosterwijk of Oosterwijk-Bokstel, waar Haren net tussenin ligt. Ja. Mooi een gelegenheid om een noodzakelijk kwaad, dat is nu eenmaal nodig, te koppelen aan een kleine restauratie van de oorspronkelijke situatie. En we hebben nu de kans om die prachtige kasteellaan weer wat allure te geven. Mm-hmm. Ja. Een nieuw plan in een oude omgeving, is het nu niet mooi genoeg? Het kan altijd mooier en het is natuurlijk altijd jammer dat je een reconstructie moet uitvoeren van een weg speciaal voor het autoverkeer, want we weten met z'n allen dat de auto is zeg maar het primaat van de welvaart, zeggen we wel eens. Mm. En dat is jammer. Het zou ook anders gekund hebben. Maar de situatie is in die zin onhoudbaar dat fietsers gewoon recht hebben op een veilige verkeersbeweging. En dat is op het moment wat moeilijk. En daar zijn aanpassingen voor nodig. Ja, want de reden dat die weg wordt gereconstrueerd is dat, er nu ook vrijliggende fietspaden komen. We gaan kijken naar het plan even van de kasteeldrijf. Prima. Ja, nou, de grootste verandering, die hoef ik niet aan te wijzen, maar ik zal het nog even zeggen. De scheiding van autoverkeer en fietsverkeer, en nu komt het. Hier ligt het kasteel, en dit zijn het kantoor van Brabants Landschap. Hier ligt het pannenkoekenhuis, en daar ligt wat de herberg van Bokstel wordt genoemd. Mm-hmm. Dit is dus Haren, daar ligt Bokstel, en hier ligt Oosterwijk. En nu is de grootste verandering dat deze laan, die nu eigenlijk nauwelijks gebruikt wordt, dat is een onverharde zandweg. Wat eigenlijk de echte kasteeldreef altijd geweest is. De centrale ontsluiting van die prachtige historische gebouwen die hier liggen. Ook te herkennen aan die poort die hier staat. Die hebben wij 8 jaar geleden gerestaureerd. Nou, die laan gaan wij herstellen. Krijgt allure, een zwaardere bomen. Dit wordt helemaal groen aangekleed. Dit is dan zeg maar die brink waar Anton van Oorschot het ook over had. Toch even de laan zelf wordt verhard, hè? Daar komen kinderhoofdjes, hardstenen kinderhoofdjes. Mm-hmm. Waarschijnlijk niet over de hele breedte, maar in een soort karrespoor. Met misschien een lichter steentje, een dunner steentje ertussen. Ja. Zodat het toch een landelijk karakter houdt. De toegangspoor schuift wat op. Die staat nu eigenlijk weer in de weg. Ja. Al in de nieuwe weg. Dus die want moet de weg wordt verbreed, die poort moet dus meer naar kasteel toe komen. Ja. Ja. Ja, je moet je voorstellen dat de weg die wordt zelf niet breder, maar er komen twee aan beide kanten fietspaden bij. Ja. En de bomen zoals ze nu in de berm staan, worden eigenlijk de bermen, de scheiding tussen het fietspad en de rijweg. Ja. En omdat die weg wordt aangesloten in Oosterwijk op die rotonde die er nu al ligt op het bedrijventerrein, zal de verkeersdrukte ook toenemen. Dat betekent dat je ook verkeersremmende maatregelen moet nemen. En vandaar dat om het langzaam en het autoverkeer goed te scheiden en veilig te kunnen transporteren, veilig te kunnen laten verlopen, moeten er rotondes worden aangelegd. En dan komt er één schijntje op de herberg van Bokstel. En daar komt dus een aansluiting, niet rechtstreeks op de laan, want dat kan niet, dat zou dan te onveilig zijn, want dan zou je dus kruising van fietsers en auto's krijgen. Komt dus een aparte weg die zo aansluit op de kasteellaan. Maar zoals je de kasteellaan zult ervaren hier vandaan, is het gewoon één lange prachtige laan met monumentale bomen. En dit is gewoon een zijtak die verscholen ligt in bomen. Met een prachtige parkeerplaats, want die komt hier. Want hier komen voor ongeveer zo'n 80 auto's? Ja,
Die bomen worden hier uiteraard, dat zijn nieuwe bomen straks. Dat zijn allemaal nieuwe bomen. Ja, dat moet allemaal aangelegd worden. Ja. Dus, dit is bestaand, zeg maar. En dit was allemaal aangelegd. En in het midden van het plan, ja, de witte vlakken nu. Daar zijn door de provincie weilanden gepland die een bredere multifunctionele inzet kunnen hebben. Daar kun je zeg maar denken aan picknick. Je kunt ook denken aan allerlei accommodaties voor tijdelijke feesten. De schut zit er ook ergens, dacht ik, in Bokstel. Of in Haren, hier bij Herberg van Bokstel. Mm-hmm. Nou, daar kun je allerlei functies aan geven die zeg maar aansluiten op de recreatieve behoeften van het dorp Haren. Zoals ook een informatiestand voor toeristen. Er komt precies een soort parkachtig weidelandschap, ja, met wandelpaden. Zo en infopanelen. Want je moet je voorstellen, dit is wel de poort naar een gebied hierachter. Mm. De Campina, de Oostenrijkse bossen en vennen, waar je fantastisch kunt recreëren. Dus dit wordt toch wel een belangrijke invalshoek, met name voor het recreatieverkeer. Dan met name dus de fietsers, want de auto's kunnen hier niet verder. En dit is dan die belangrijke as naar de Campina en naar Bokstel, wat een hele belangrijke fietsroute is. Ja. Hier, ook hier zijn nog wat ontwikkelingen, ja, in de toekomst. Kunt u dat nog kort even aanduiden? Nou, je moet zich voorstellen dat die provinciale weg Oostenrijk-Bokstel, die maakt zo richting Bokstel hier, vlakbij de Essenstromen, nu een enorme scherpe bocht die ook onveilig is. Eigenlijk is alles onveilig, waar auto's te hard rijden. Eigenlijk moet je langzaam rijden, maar goed, dat is gedrag waar je er toch niet in krijgt. Dus je moet daar iets mee doen. Nou, dan gaan ze dus de weg recht trekken. En daardoor hou je daar een enorme plek over, waar je ook iets met natuurontwikkeling kunt doen. Ja. En bovendien, de bestaande weg langs de spoorlijn richting Bokstel, die levensgevaarlijk is voor fietsers nu, die wordt nu helemaal vrijgemaakt voor fietsverkeer. En de auto's gaan dus over een nieuwe weg richting Bokstel. Er komen twee nieuwe bruggen over de Essenstroom en over de Ruiting. Hè? Dat komt omdat daar die afsnijding wordt gemaakt, heb je dus een nieuwe brug nodig. Ja, te duidelijk. Goed, meneer Bakker, dit is een plan van de provincie, even al duidelijk. Hè? De provincie betaalt ook het hele plan straks, een 18 miljoen gulden, naar schatting, heel een grove schatting van de provinciale landschapsarchitecten. Brabants landschap betaalde er geen cent aan, behalve het pad misschien? Ja, betaalden ze maar alles, want het gedeelte wat ons eigendom is in die laan, en het gedeelte van de gemeente, want het laatste stuk richting Herberg van Bokstel is van de gemeente, waar overigens nu sprake van is dat wordt overgedragen aan Brabants landschap, zodat ook inderdaad die laan in één geheel kan worden beheerd. Maar die keitjes, die leggen wij zelf. Die hebben we overigens gekregen van de provincie. Maar we moeten ze zelf leggen en bestraten is een kostbare zaak. En waarde komen misschien nog wel uit dat we daar ook nog eens een vergoeding of een... Maar we zijn hier over onderhandeling. De bijdrage van Brabants landschap blijft beperkt tot de keien. Dat is een beperkte bijdrage als het hele plan, denk ik, bekijkt. Maar u zegt ook van, het is een plan van de provincie. De provincie wil die weg reconstrueren en dus moeten ze ook maar het plan verder betalen. Ja, het is natuurlijk ook zo dat er door die bochtafsnijdingen een aantal van onze eigendom worden afgesneden. Net zo goed als dat van particuliere grond onteigend moet worden, moet dat ook bij Brabants landschap gebeuren. Dus voor een deel is het compensatie voor verlies aan landgoed, aan natuur. En daar wil je over terug. Je hebt het over grond onteigening. Ja. Dat betekent dat er nog lang geen gerealiseerd plan is voorlopig? Nee, men is nog volop in onderhandeling en dat kan nog jaren duren. En wij lopen daar overigens met onze eigen plannen op vooruit, want wandelaars op Neemlaar hebben al lang gezien dat schuin tegenover ons kantoor in een stukje laan de stenen al liggen opgeslagen. En wij willen die laan alvast gaan oppakken en gaan verharden met die steentjes, omdat de weg intussen steeds drukker wordt, is ook iedereen opgevallen. En die situatie van de oude laan en die oversteek naar de gever levensgevaarlijk wordt. Ja. En wij nemen die verantwoording straks niet meer. Het is heel veel fietsverkeer wat daar, toeristisch fietsverkeer. En die moeten gewoon veilig kunnen oversteken en veilig kunnen fietsen. Het is nog onzeker overigens of bij de gever een rotonde komt. Dat wordt allemaal nog bekeken. Wel wordt de gever en overige straten daar, wordt het vrachtverkeer geweerd. Ja. Het laatste punt nog eventjes. Voorlopig is nog geen kasteeldreefplan op tafel. Er moeten nog diverse percelen worden aangekocht en worden onteigend. Wat schat u in? Hoeveel jaren gaat dat nog duren? Vijf, zes jaar. Maar ik ben optimistisch absoluut niet thuis. Precies. Ik denk dat het hele traject tussen Bokstel en Oostenrijk, want er moet natuurlijk veel meer gebeuren, ben je 10 jaar verder. Maar de hele omgeving krijgt dat een behoorlijke stuw in de goede richting, denk ik? Ja, je verliest wat aan natuur,
Maar als je het kansrijk en creatief benut, dan kun je ook toch weer aardige dingen, leuke dingen terugwinnen en iets van het oude karakter herstellen. Ja, wethouder Barends noemt het al een geweldig mooi plan. Alleen hij wil de portemonnee dicht houden voorlopig. Maar... Ja, maar dat is met de overheid vaker. Ja. Ik dank u wel voor uw komst. Dank u wel. We gaan door met het voorlezen, want u zag ze al in het journaal. Kim Leermakers deed mee aan de kampioenschappen in deze regio en is de voorleeskampioen van de gemeente Haren. En we gaan nu kijken naar een speciale voordracht die zij maakte voor de HOS als voorleeskampioen van Haren. Kim Leermakers. In dit boek, geschreven door Errol Stein, komen twee meisjes, Bobby en Corky, in Fall Street wonen. In het cheerleaders team, waar zij in zitten, gebeuren de raarste dingen. Meisjes worden gepest, bedreigd of vermoord. En niemand weet eigenlijk wie of wat de dader is. Tijdens een oefening in het team kan Bobby een meisje niet opvangen. Het meisje valt op de grond. Bobby krijgt de schuld en wordt uit het team gezet. Vreemd genoeg kon Bobby zich niet bewegen en dus het meisje niet opvangen. Ik ga nu een stukje voorlezen waar Bobby, nadat ze uit het team is gezet, teleurgesteld de kleedkamer in loopt. Ik ben drijfnat, drijfnat. Ik neem een douche, besloot ze. En dan trek ik mijn gewone kleren aan. Daar zal ik me wat beter in voelen. Ze dacht dat ze een schrapend geluid bij een van de andere rijen kastjes hoorde. Is daar iemand? Riep ze met een trillende stem. Geen antwoord. Nu begin ik ook nog dingen te horen, zei ze hardop. Ach wat, dacht ze. Ze trok haar shirt over haar hoofd. Nu heb ik tenminste meer tijd om te studeren. Na die gedachte kon ze het snikken niet meer inhouden. Hoe is het ooit zo ver kunnen komen? Hoe is het mogelijk? Word ik nu echt gek? Ze liet haar kleren op de bank liggen, pakte een handdoek uit het kastje en liep over de vochtige vloer naar de doucheruimte. Een warme douche zou haar goed doen. Ze zou het water lekker heet laten worden. Dat zou het trillen van haar lichaam en de koude rillingen die over haar rug liepen doen ophouden. Bij de ingang van de doucheruimte draaide ze zich om, omdat ze weer dacht dat ze iemand gehoord had. Ze luisterde. Het bleef stil. Ze liep naar de grote doucheruimte met de betegelde wanten en de rij schrome douchekoppen. Op de vloer lagen plassen koud water, die nog van de vorige sportles waren blijven liggen. Bobby rilde. Ik heb het zo koud, zo koud. Toen ze haar hand uitstak om de kraan open te draaien, hoorde ze vlakbij metalen deuren met een klap dichtslaan. Hé! Hey! Eerst begreep Bobby niet precies wat er was gebeurd. Ze sprong geschrokken op, verrast door het harde en onverwachte geluid. Misschien was er toch iemand de kleedkamer binnengekomen. Maar toen zag ze dat de deuren van de doucheruimte dicht waren. Dat is raar, dacht ze. Ze draaide de kraan open en gilde toen er met een grote kracht gloeiend heet water uit de douchekop spoot, dat op haar borst en op haar schouders neerkwam. Auw! Ze sprong opzij. Maar uit de volgende douchekop spoot ook gloeiend, kokend heet water. Help! Alle douches stonden nu aan. Overal stroomde kokend heet water uit. Er klopte niets niet, begreep Bobby, die in paniek terugstrompelde. Haar borst en benen brandden. Er was iets volkomen mis. Auw! Ze gleed uit en viel achterover, waarna ze met een plons in een gloeiend hete plas terechtkwam. Help! Overeind krabbelend zag ze dat het hete water op de vloer snel steeg. De afvoer was kennelijk verstopt. Auw! Het water stond nu al 2 centimeter hoog en het was zo heet dat haar voeten eraan brandden. De stoom steeg als een dik, verstikt gordijn op. Na adem snakkend in de hete, natte lucht kroop Bobby naar de deuren. Ze trok aan de deurkrukken. Hè? Ze kwamen niet in beweging. Hè? Ze probeerde de deur uit alle macht open te duwen, maar ze zaten klem, of vast, of op slot. Hè? De stoom was dik. Haar longen brandden en liepen vol.
Het kostte haar zoveel moeite om adem te halen. Het uitgillend van de pijn door het kokend heet water, huppelde ze onhandig terug naar de muur met de douchekoppen. Pakte de eerste de beste kraan en draaide eraan. En draaide. En draaide. Vol afgrijzen zag ze dat het water niet minder hard ging stromen. Het werd ook niet kouder. Verwoed draaide ze aan een andere kraan. En aan nog een. En aan nog een. Auw! Ze kon ze niet dichtdraaien. Ik stik. De stoom was zo dik en zo heet. Ik zie niks. Ze gleed uit en kroop terug naar de dubbele deuren. Help me dan! Naar adem snakkend slaakte ze een wanhopige kreet. Alsjeblieft, help! Het water kwam nu tot boven haar enkels. Waarom liep het niet weg? Ze danste wild rond. Een dans vol ondraaglijke pijn. Help! Ik krijg geen adem! Het water stroomde brullend door. Ze deed haar ogen dicht en bedekte haar oren. Het brullen ging niet weg. De pijn ging niet weg. Het brullen zwol aan. En toen was alles stil.